Bedankt je. Jongen, jongen. Ja, wij van de thuiszorg merkten dat je had behoefte had aan beweging. Ook in verband met de spieren, dat hij wat stijf werd. Dus toen had hij gevraagd of hij het fijn vond om mee te doen met de bewegingen, met de oefeningen. En tot nu toe krijgen we veel positieve reacties. Dus ja, het helpt wel eigenlijk. Is dat we beginnen rustig vanuit de stoel. Dat we zometeen eerst een oefening gaan doen waarbij we de benen strekken. Dat we daarna nog een oefening doen waarbij we de benen omhoog tillen richting de borst. En als laatste voor het lopen een oefening waarbij we een stukje uit de stoel gaan staan en weer gaan zitten. Ja? We gaan door naar oefening 3. En wat we nu gaan doen is we gaan opstaan uit de stoel en weer terug zitten. Ja? En dat mag ik weer aangeven wanneer het niet meer gaat. Oh, nou dat is fijn hoor. Heerlijk. Hey, daar gaat ie. Even wachten. Ja, heel goed. Gaan we nog een keer. Twee. Drie. Vier. Negen. Tien. En we laten het niet meer zien. Jawel, nog 10, hè? Toch? Kom. Heel goed. Heel goed. Daar hebben we een mooie rondje. Nog 1. 11. Nou, ik heb nog verschillende oefeningen gehad. En het gaat prima met mij. En ik heb een hele leuke meisje die mij helpt. En dat helpt ook mee. We kunnen fijn samen lachen. En dat gaat fantastisch. Ik heb het wel baat bij. Mijn benen worden wel iets vlugger. De spieren die worden komen een beetje los. Dat is het.